daarvoor kwamen Rikke en ik op het gigantisch mooie idee dat jij opnieuw eindexamen gaat doen. Ja, de eindexamens zijn natuurlijk voorbij. Maar jij dacht, kan ik mijn eindexamens nog steeds halen met de kennis die ik heb opgebouwd nadat je 6 jaar geleden je examens hebt gehaald? Ja, ik ben echt heel benieuwd. Je hebt een eindexamen gevonden ook, toch? Ja, ja, ik heb een eindexamen gevonden. Die wordt nu uitgeprint. Maar net vroegen wij, hey, ben jij docent? Luister je nu naar Glow FM en wil je Rick een handje helpen? Ja. Meld je dan in de gratis Glow FM app. Nou, iemand heeft het dus gedaan. Weet je wie het is? Nou, het is mijn oud-wiskundedocent, Paddy Kingels. Hey, hallo. Goedemiddag, goedemiddag. Laten we even terugkomen op de examens, want daar bellen we natuurlijk voor. Yes. Heb je wat meegekregen van de examens dit jaar? Want jij bent wiskundedocent? Ja, nou, de examens waren best goed te doen. Er zat alleen heel weinig meetkunde in. Dat werd heel erg gemist. Oh, hè, jammer. Kan je dat goed drinken of niet, meetkunde? Meetkunde, nee, absoluut niet. Nou, dan kom je goed weg. Ja. Ik ben wel benieuwd, heb je tips voor als jij eigenlijk niet hebt gestudeerd voor het eindexamen, om dan een eindexamen te gaan maken? Hoe moet je dat aanpakken? Ja, dat is moeilijk, want dat doet natuurlijk geen enkele leerling. Hè? Die zijn natuurlijk maanden van tevoren al bezig. Nou. Nee, kijk, het gaat uiteindelijk om punten sprokkelen. Dus als je eigenlijk geen idee hebt waar je het over hebt of hoe je het moet doen, dan ga je altijd feiten opschrijven en de feiten logisch maken. Dus bijvoorbeeld als je iets moet berekenen met kilometers en meters, dan zet je alvast alles wat je ziet, zet je onder elkaar. Want vaak voor informatie verzamelen krijg je al punten. Je kunt jezelf een beetje sturen richting het goede antwoord. Ja, en anders in elk geval 2 van de 4 punten binnenhalen, zodat je een 5 haalt. Ja, dat is ook slim. Het is echt inderdaad met punten sprokkelen. Dat was inderdaad ook echt de tactiek van de examens. Zo heb ik ook mijn examens gehad. Weet je nog. Gewoon zoveel mogelijk punten sprokkelen dat je 5 halen valt. Ja, zo werkt het wel. Ja, en meer is het eigenlijk niet. Klinkt heel makkelijk, denk ik. En dan nu eigenlijk even, willen we eigenlijk van jou wel een kleine voorspelling. Denk jij dat Rick zijn examens, nadat hij het 6 jaar geleden heeft gehaald, nog steeds die kennis heeft om die examens te halen? Denk je dat hij het gaat halen? Nee. Dat is vrij stellig. Ja, dat is vrij stellig. Ook geen twijfel mogelijk. Nee. Gewoon echt niet. Geen 0,0 kans. Nou, nee, niet 0,0 kans. Maar kijk, we vragen stiekem natuurlijk best wel veel details van je tijdens zo'n examen. Dus of je die dan nog kan reproduceren. Eigenlijk wil ik de uitslag ook wel even weten als het kan. Ja, wij gaan het sowieso. Natuurlijk, laten weten. Nu is het moment daar. Rick Weijers. Oh jee, jee. 6 jaar geleden zat je op precies dezelfde positie, alleen dan in de middelbare school in Limburg. Ja, en toen deed ik wel studeren en zo'n ding allemaal. En dat doe ik nu niet meer. We gaan kijken of jij na 6 jaar dat je je examens op het VMBO-T hebt gehaald, nog steeds die kennis hebt om een examen te kunnen maken. Het examen is heel simpel opgebouwd. Het is natuurlijk een klein examen, want je gaat hier 45 minuten over doen. Mm-hmm. Het examen bestaat uit wiskunde, Engels, geschiedenis, economie en Nederlands. Oh, ik zie er echt tegen geschiedenis en economie. Dat waren echt in drama vakken. 18 vragen in totaal. Hoeveel vragen moet ik voor een 5 al? Voor sommige vragen kan je dus meerdere punten halen. Ja. Als je 13 punten haalt van de 26, heb jij een 5,5. Want zo werken we. Is te doen. Ik overhandig jou nu het examen, zoals je ziet. Je krijgt van mij klappapier. Je telefoon moet op vliegtuigstand, want je mag natuurlijk niet gecheat worden. En hier heb je een pen, dan kan je alles noteren. Ja, dat is ook handig. Even goed om erbij te zeggen, je gaat natuurlijk nu blind en zonder enige te leren dat examen maken. Dus van mij krijg je 1 joker. Je mag, als je vastloopt, iemand gaan bellen. Oké, dat is handig. En die kan je dan verder helpen. Oh, dit voelt zo kut. Klapblok en een fucking examen. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. Glow FM Hits. Nou, als je een beetje meekijkt op de livestream van Glow FM, dan zie jij Rick heel geconcentreerd een examen zien te maken. Ja. Hoe gaat het tot nu toe? Het is best wel lastig eigenlijk. Ik zit nu nog bij het kopje wiskunde. Ja, dat was het eerste kopje. Ja. 3 vragen, ik ben bij vraag 3. Oh nee, dan ben je wel goed bezig. Want wiskunde duurt gewoon het langst, hè? Ja, daarom. Je moet even nadenken. Maar weet je wat ook is? Ik word nu ook afgeleid. Hoezo? Ja, gewoon jij zit hier keiharde muziek in één keer gewoon te draaien en zo. Ja, klopt. Maar ja, dan moet je mee leven, hè? Nee, maar heb je al problemen of gaat het wiskunde je nog wel goed af? Ik denk dat het tot nu toe... ik zie dat ik hier... Ik moet natuurlijk wel ook de cijfers achter de komma. Ja, dat is belangrijk, hè? Anders minpunten. Nee, maar ik denk wel dat... Ik heb vertrouwen in wat ik nu net opgeschreven heb. Wat moest je doen voor wiskunde? Ik moest... Zal ik eens even een vraag voorlezen? Ja, doe dat eens.
Een koe eet gras, mais en krachtvoer in de verhouding 8, 2 en 3. Een koe eet per dag 11 kilogram krachtvoer. Bereken hoeveel kilogram gras een koe per dag eet. Maar dat is niet moeilijk. Ja, ik dacht eerst wel, want ik schoot helemaal in de stress. Maar achteraf viel het er mee. Klinkt wel echt alsof het een vraag is voor, zeg maar, de basisschoolgroep 4. Een koe eet gras. Nou, echt? Nee, goed. Hierna heb je het stukje... Wat is het hierna? Oh, Engels. Engels. Godverdomme. Oh, een lekkere leestekst zometeen. Moet ik nog lezen? Oh. Ja, hè, dat hoort erbij. Hè. Dat is typisch examen. Allemaal Engelse artiesten en over Engels gesproken. Daar zit je nu middenin, hè? Ja, ik zit momenteel in het kopje Engels. Ja, het is een tekst wat je aan het lezen bent. Over Jay-Z, toch? Ja, het gaat niet helemaal over Jay-Z. Oh. Dit gaat over een gast die neemt geluiden van een brug op. Ja. En die heeft ook ooit samengewerkt met Jay-Z of zo. Wat een interessant verhaal. Ja, snap ik. Nee, nou, het beste te doen. Ja? Ja, dit is veel te doen. Oké, gelukkig. Zometeen de uitslag van jouw examen. Je hebt nog ongeveer 25 minuten ervoor om je examen af te maken. Ja, en om niet te vergeten, Rick, je zit midden in je eindexamen, hè? Ja, klopt. Volgens mij moet ik nog 4 vragen of zo, dan heb ik het gehad. Ja, je hebt ook nog een kleine 10 minuten ervoor. Ja. Want we zijn aan het onderzoeken, kan je na 6 jaar dat je examens hebt gehaald, met de kennis die je hebt opgebouwd en nog steeds hebt, nog steeds je examens halen? Ja, en soms vraag ik me toch wel af, heb ik überhaupt nog kennis? Als ik zo naar die denk, het is best lastig. Ja, je liep een beetje vast bij geschiedenis, was het, ja, toch? Ja, geschiedenis en is economie. Niet mijn vak, economie ook niet. En eigenlijk heb ik bij en economie en bij geschiedenis eigenlijk een vraag openstaan waarvan ik het antwoord gewoon niet weet. Laten we gewoon even een luisteraar even om hulp vragen. Ja. Even kijken, ik heb iemand aan de lijn, dat is Jordi. Jordi, goedemiddag. Goedemiddag. Hey Jordi. Jordi, allereerst, heb je examens al gehaald, neem ik aan, hè? Ja. 2 jaar geleden al. Op welk niveau? Vers. VWO. Nou, Rick, nou, het is een VMBO-T-examen wat hij aan het maken is. Jordi, dan zou dit goed moeten komen, toch? Ja, het was economie en geschiedenis, hoorde ik, toch? Of ja, niet? Maar ik mag er denk ik maar eentje kiezen, denk ik. Ja, ja, misschien, Jordi, waar ben je beter in? In economie of in geschiedenis? Economie. Oké. Okay. Daar komt een vraag, daar komt een vraag. Oké, luister goed Jordi, niet maar uitlachen alsjeblieft. Oké. Nee. De koopkracht in Nederland wordt onder meer bepaald door de inflatie. Punt. Als de regering de inkomstenbelasting verhoogt, kan dat leiden tot inflatie in Nederland. Leg in 2 stappen uit dat door verhoging van de inkomstenbelasting inflatie kan ontstaan. Zo. Ja, hier moet ik even over denken, hoor. Het is VMBO-T, hè? Ja. Ik ga misschien, als je hem niet weet, misschien doe dan anders de geschiedenisvraag. Misschien is die, ja, doe dat maar even. Ja, doe maar even. Oké, komt-ie. In Nazi-Duitsland werd een geheime politieorganisatie opgericht die als taak had binnenlandse staatsvijanden op te sporen. Noem de naam van deze organisatie. In Nazi-Duitsland? Ja, dus dat is al in de oorlog. De Gestapo. Wie? Gestapo. Gestapo? Ja, geheime staatspolitie. Ja. Ja, ja. Volgens mij is dat het inderdaad ook. Ja, ik heb ook geschiedenis gedaan. Dat denk ik dat het ook is. Ik zweer het. Had jij geen idee? Nooit van gehoord. Ja. Ja, wel eens van gehoord, maar nog nooit die link gelegd. Jordi, wat vet. Dankjewel. Ik heb een puntje extra, denk ik, door jou. Ja, we weten nog niet zeker. Oh, we gaan het zo meteen nakijken. Ik hoop dat het goed is, hè? Maar ik weet het niet. Oh, anders bel ik je terug, hè, jongen. Hey. Ja, dat mag, hoor. Hey, sexy bitch. Ja, we naderen het einde van je examen, Rick. Ja. Ben je bijna klaar? Ja, ik ben bijna klaar. Nog 1 vraag en nog steeds die vraag van de economie. Ja, je hebt nog, wat is het? Een kleine 3 minuten en dan stopt jouw examen. Ik dacht, dan wil ik je toch nog even helpen. Laten we dan even afsluiten met een liedje waar je gewoon even volledig tot rust kan komen. Je kan focussen op die Nederlandse tekst. Ja, dat vind ik fijn. En dat je gewoon even rustig die laatste vraag goed kan afmaken. Top. Ja? Heb ik wel even nodig. Oké, okay, gaan we doen. Domme. Sensation Wildland en de mannen net. Defibrillator of niet, want godmonden, Jim. En laatste seconde voor je examen, Rick. Check alles, snel. Nog 5, 4, 3, 2, 1.
Hij zit erop. Ik heb alle vragen. Je hebt alle vragen. Dat is de vraag. Wat. Gaat alles goed zijn ook? Je mag hem inleveren bij mij. Ik durf heel stellig te zeggen dat ik het best goed gedaan heb. Ja? Ja, want even terugkomend op een uurtje geleden, toen belden wij een docent om te vragen om een voorspelling te doen. Ja. En zij had er geen vertrouwen in dat jij je examen opnieuw zou halen. Denk je dat hij het gaat halen? Nee. Dat is vrij stellig, ja. Maar toch... ik denk wel dat ik wel in de buurt zit. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik kom over mijn handen, geef jou. Ik heb zojuist het examen in mijn handen. Oh. Ik ga even nakijken. Zometeen de uitslag van Rick's examen. Eerst A-Lock en Bibi Rexha. Rick? Ja? Ik heb je examen nagekeken. Ik weet je cijfer. Ik kan... Ja, je hebt zo'n grijns op je gezicht, jongen. Is dat positief of slecht? Nee. Is dit het moment? Jij hebt de afgelopen 3 kwartier een examen gemaakt. Ja. Want wij gingen uittesten. Kan je na 6 jaar dat je examens hebt gehaald... met de kennis die je hebt, nog steeds je examens halen? En voor duidelijkheid, het is een verkleind examen, toch? Ja, klopt. We hebben alle vakken hebben een beetje opgesplitst in 5 vragen. En die heb je, dat examen heb je zojuist gemaakt. Ja, het was spannend. Ik ga gewoon eerlijk zijn. Want je moest 13 punten halen voor een 5,5. Ja. Dan zou je geslaagd zijn. Ja. Van de 26 punten. Ik heb echt een goed gevoel, Florian. Ja? Ja. Allereerst, waar denk je dat je het best op hebt gescoord? Nee, Nederlands, denk ik. Die was te makkelijk. Nee. Kut. Je hebt de meeste punten binnengesprokkeld bij wiskunde. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Kan ik me in vinden. Ja. Oké. Okay. Is Rick geslaagd? Ja of nee? Rick! Ik mag jou vertellen... dat jij... geslaagd bent! Examen 14,5 punten. Je hebt een 6. Dat is toch een dikke prima? Een dikke 6, ja. Dat is gewoon een dikke 6. Nee, het is een 5,5. Gewoon een 6. Wat goed dit. En jouw leraar ook nog zeggen, gaat niet halen. Nee. Je hebt het gewoon geflikt. Ik ben hier wel trots op. Ik ga hem inlijsten, denk ik. Ja, moet je nog even doorheen kijken. Even kijken welke vraag heb je goed beantwoord. Welke vraag heb je fout beantwoord. Die vraag waarvan ik die hulplijn had. Ja? Van in Nazi-Duitsland wordt een geheime politieorganisatie opgericht. Noem de naam van die politieorganisatie. Ja. De hulplijn van... Jordi. Jordi. Die zei Gestapo. Ja, het is dus Gestapo. Dat zei hij waarschijnlijk ook. Maar jij hebt met een U opgeschreven. Fucking mogol. Dus heb ik een half puntje voor. De rest? Ja, en we hadden nog zo'n vraag die je niet wist. Dat was die van economie. Economie, ja. Wat heb jij daar opgeschreven? Ah, ik dacht, ik kan maar beter gewoon... Wat was de vraag? De vraag was, leg in 2 stappen uit dat door verhoging van de inkomstenbelasting inflatie kan ontstaan. Jij had? Dus ik dacht, ja, fuck it, ik schrijf gewoon wat op. De Nederlander houdt minder over. Hierdoor verandert hun koopkracht. De antwoord was, als een gestegen kostprijs doorberekend wordt in de verkoopprijs, ontstaat inflatie. Ja. Bijna. Hadden kunnen weten. Ja. Maar ik ben geslaagd. Je bent geslaagd. Nee. Lekker hoor, echt. Applausje voor dankjewel. Zometeen heel wat anders dan examens. We gaan naar nieuwe muziek van studenten. Ja, Nachtdienst en Mijntje. We gaan ze zometeen bellen. Eerst Avicii, Sandro Cavasso. Dit is Without You.